een weekendvlog en deze begint vanuit huis, maar we gaan zo naar Ibiza. Jeltje die is er nog en die moet ik straks gedag zeggen en naar de vader brengen. En dat wordt echt heel erg voor ons. Hey, goedemorgen Bart. Oh, we're going to Ibiza. Wow. Back to the island. Oh, we're gonna have a party. Ah, oh, dit is zielig voor Joltje. Ah, we gaan dit niet zingen. Zing maar. Wow, I'm going back to school. Oh, liefje, dat kopje. Oh, over een week zijn we terug. Oh. Dat hebben we Joltje vet gemist. En we gaan elke dag facetimen en bellen en appen en een papje eten. Tada! En dit is het papje voor vandaag. Dit is het papje voor vandaag. Oh, dit is het papje. Ja. Nou, daar zal je een beetje buikpijn van krijgen, denk ik. Een beetje. Jee, we zijn bijna op Schiphol. Dus Bart gaat mij even met de koffers afzetten. En dan gaat hij de auto wegzetten op het parkeerterrein. Eerste koffer weegt 16 kilo. Wat de volgende erbij? 19. Oh. Het is bij elkaar. Ja. En bij elkaar. Ja, ik dacht al. Zo, nou we weten nog steeds niet hoe de vlucht er precies voor staat. Oftewel of die vol zit, wel bijna. Maar als het goed is, gaat het lukken. Niet te vroeg juichen, maar... We hebben tot nu toe nog nooit meegemaakt dat we niet mee konden. Nee. Maar het is altijd zo'n gedoe, weet je wel, met de koffers en zo. Het lijkt me echt heel erg rot wanneer je gewoon niet meekomt, dat je dan terug moet. En dan je koffers weer moet gaan halen en dan naar huis. Ja, vooral als het de laatste vlucht van vandaag is, zoals deze. Ja. Dan moet je dus echt naar huis, anders kan je nog een latere vlucht. Ja. En dan heb je dus ook een kortere vakantie. Maar goed, we zijn, als het goed is, bijna in het vliegtuig. Lalalala. Somebody is taking over the vlog over here. Oh. Mind your step. Mind your step. Allebei onze spullen moesten natuurlijk weer gecheckt worden bij de douane. Zo irritant altijd, hè? Altijd bij mij. Ook in verband met camera, spullen, laptop enzovoort. Volgens mij pikken ze mij er altijd uit. Vinden jullie dat ook zo irritant? Als je koffer altijd helemaal ondersteboven gehaald wordt door andere mensen. Oké, we gaan naar de gate. Yay, we hebben plekjes. En we zitten naast elkaar. Het had niet beter gekund. We zitten erin en we zitten naast elkaar. Weer zitting aan boven. Nee, dit is gezouten. Ben je nou nog steeds bezig met dansen? Nerdlife. Nee, hoe ga ik mee bezig? Ja, dat is het. Hallo Ibiza. Nou, Bart is weer even naar het autohuurbedrijf. Daar, Goldcar. Want ze doen altijd een beetje moeilijk. Altijd als je hier komt, dan ineens komt er nog een verzekering bij die je moet nemen. Terwijl we hadden al een verzekering op de auto, maar dan moet je in één keer nog één erbij nemen. Want zogenaamd dekt deze dan weer niet genoeg. Nou, daar trappen we niet in, dat gaan we niet doen. Dus één verzekering lijkt ons wel genoeg via het bedrijf waar we geboekt hebben. Maar toen was onze creditcard niet toereikend, want de borg die je dan moet betalen is 1400 euro. Serieus. Dus we hebben nu, als het goed is, de borg aan ons maximale bedrag op de creditcard aangepast naar een hoger bedrag. En hopelijk gaat het nu wel lukken.
2 hours later. We rijden eindelijk. Heel wat gedoe later. We hebben een auto. En daar gaat het om. Ik ga links, rechts. Oh, optie. Kijk hoor, moet ik wel goed om. Volgens mij zag ik links. Ja, links. Rechts. Links. Kom maar. Ja. We gaan richting het huis. Dat we geduurd hebben, maar we weten nog niet. We kunnen er nog niet in waarschijnlijk. De mevrouw van het huis laat ons even hierheen komen. Casita Verde. Oké, we zijn er en we hebben het huisje. Dus die ga ik even laten zien aan jullie. Dit is een oude boerderij. Helemaal gerenoveerd. Ja. Wel echt, echt een super lekker zwembadje. Cozy. Met lekkere bedjes en ze hebben ook nog van parasols. Parasols, kunnen lekker onder liggen. Het is hier heel chill. Rust, volgens mij heb je hier ook nog gewoon zonsondergang hier. Ja, tuurlijk. Sowieso heb je zo'n ondergang. Ja, maar zo mooi hier. Zo voor je. Hier is die citroenboom, hè? Echt? Kijk, wow, citroenen hoeven we niet te kopen dus. Hier een paar hangen ook. Niemand hoort ons hier. We kunnen het gewoon vet lawaai maken. Zullen we naar die tour? Ja, Bart. This is where the magic happens. Oh, nee. Ja, dat is het wel bij ons. Want dat happens altijd in de keuken met lekker eten. Ja. Nou, dit ziet er wel netjes uit, toch? Gestuurd en zo. Het lijkt wel een soort pizza oven of zo. Nou, dit is de. Oh, de badkamer heb ik nog helemaal niet gezien. Het is wel klein. Hier hadden ze makkelijk nog eens extra slaapkamer van kunnen maken. Ja, we moeten wel een badkamer met z'n allen delen, maar het is best wel een mooie douche. Schattig, zo ingebouwd kastje helemaal. Pas je erop, schat? Wat? Op dit bed. Ik vind het echt een superleuk, schattig huisje. En we gaan het hier heel gezellig hebben, dat weet ik zeker. I love it, nu al. Wow. Ziet er goed uit. Biologisch citroentje. Wil je een citroenschuifje op je water? Neem er ook eentje. Daar komen Daan en Lin. Yeah! Oké, we zijn even healthy boodschappen aan het doen. Bij de Spar. Dit is trouwens Daan. Daan, de compagnon van Bart. Hi. Hey, Daan, banaan? Ja, ja, bananen. Ja, dit is echt een Daan-banaan. Waar is Lin? Ik ben er kwijt. Oké, het was de bedoeling dat we alleen ontbijt gingen halen. Ja, we hadden honger. Boodschappen doen als je honger hebt. Nooit doen, nooit doen. Kijk, we hebben ook nog heel mooi licht in het zwembad. Heel mooi. Tada! Dat was het even voor vandaag. Aangekomen, lekker gegeten en nog een hele leuke week voor de boeg. Dus, good night en tot morgen. 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 Kijk, een lekker papje. Ziet er goed uit, schat. En het papje ook. Weet je wat ook lekker is? Als je er dan van die superfruits zou doen. Uitzichtje hoor. We zijn allemaal aan het werk. Goed, echt waar we iemand hebben geplaatst. Ja. Nee. Als ik 16 heb, dan mag ik ook niet passen, toch? Want je wil jou bij mijn tijd passen. Oké, dus dat is het voordeel van jou. Oké. Ja, want jij bent de bank. Ik moet altijd tot 17 spelen. Ze zijn hier in de buurt heerlijke muziek aan het spelen. Volgens mij is het gewoon echt een bandje. Dat.
Tada. Dat is waar we gisteren langskwamen. Casa da Verda of Casa Verda. Een beetje een soort hippie community place. We hebben vandaag de halve dag stroomuitval gehad. Dus we hebben eigenlijk gewoon lekker alleen maar een beetje gechilled. En het was niet echt weer om al te zwemmen. Dat niet. Een beetje veel wind en zo. Maar ik moest toch nog wat edit inhalen. Dus ik heb lekker een beetje geëdit. En het is pas 3 uur. Dus. Nice. Don't even try staying at home. I know you're a bad girl trying to be good. Looking so hot, looking so fine. Baby, for tonight, I want you to be mine. We're going for a ride. Kom me filmen, Bart de Staaf aan dek. Oh my goodness. Wow, wat een leuke placematje is zo helemaal gematcht. Wat leuk. Even laten zien dat Daan en Lin aan het koken zijn. We eten pasta. Lekkere pasta da Ibiza. Oh, wat lekker. Nou, ik ben benieuwd. Ik pak bijna geen vlees. Kijk maar, dit ben is een paar stukjes vlees. Ziet er echt super lekker uit, jongens. Oh, wij hebben gekookt. Oh. Ja, ja, jullie hebben gekookt. Jullie hebben gekookt. Je weet wel zeker dat het geen zwarte peper is. Dan hebben we wat extra water. Nou, kaneel eten deel 1. Yep. Deel 1. En doorslikken. Nee. Oh no! Oh, hij doet heel veel spuug erbij. Dat is net als een mail of zo. Waarom was dat? Lekker? Hij heeft het al weg. Jij nam niet gelijk een slok water. Ja. Oh, hey! Dat hij heeft het sowieso maar hij wil. Weet je wat jij deed, schat? Je nam die hap en toen... toen deed je dat, een hap lucht eraan. En dan gaat het helemaal in je slokdarm, helemaal of je luchtpijp, helemaal op het schoot in je longen. Is lekker. Zo, Bart is weer even op Tesla Rati aan het kijken. Nee, ik heb hem al heel snel weggelegd, net alsof ik helemaal niks te doen was. En Daan en Lindy zijn lekker naar een feestje in de Pasja. Ja. En wij niet, mijn mannetje is gewoon lekker bij mij gebleven. Salomon. Salomon? Zo spreek je. Salomon. Zo spreek je het uit. Nou, ik moet hier denken om nu nog naar een feest te gaan. Nee, ik eigenlijk ook niet. Ze zijn alweer aardig ingekakt. Ja. Oudjes als we zijn. Gewoon ingekakt van het niks doen de hele dag. We hebben het idee dat we hier al een week zijn, terwijl we net anderhalve dag... Ik heb niet het idee, jij. Oh, sorry. Ik heb het idee dat we hier al een week zijn, maar we zijn er pas anderhalve dag. Maar dat is een goed teken, want dan geniet je er alleen maar van. En morgen gaan we vast lekker de deur uit. Dingen ja, doen. Morgen gaan we even wat ondernemen. Ja, op pad in die beach. Vandaag nog wat gewerkt. Mijn schatje heeft lekker geëdit. En er zitten allemaal... krampjes weer en weet ik veel wat. Ze voelt de baarmoedertje helemaal uitrekken. Je buikje begint gewoon te groeien. Het begint lekker... Ja, er gebeurt iets hier. Ja. Maar morgen is het weer maandag, dus geef weer een buikupdate. Dankjewel voor het kijken en tot morgen. Doei! Doei doei!